Vandaag een antwoord op een vraag van Gerda. Gerda is al jarenlang getrouwd en elke avond, al jarenlang, eet ze samen met haar man haar avondmaaltijd. Zij bereidt deze altijd, maar ze zorgen ervoor dat ze altijd, hoe druk ze verder ook maar zijn, altijd samen de avondmaaltijd eten. Altijd dezelfde maaltijd. Wat is het verschil echter? Haar man, al die jaren lang, vindt hetgeen zij kookt, wat Gerda kookt, structureel, smaakloos en flauw. Terwijl Gerda zelf haar maaltijden helemaal niet zo heel flauw vindt en best smaakvol vindt. Dus wat zijn ze al jarenlang gewend? Gerda kookt haar maaltijd, zet deze op tafel, maar vaste prik is dat een zoutpot aan de kant van de tafel van haar man bij op tafel komt en dat hij zijn maaltijd extra bestrooit met zout, zodat hij deze smakelijk vindt. Wanneer Gerda dan wel eens een hapje heeft geproefd van zijn maaltijd bestrooid met zout, vindt zij die veel te zout. Ook de dingen waarvan haar man zegt, nou dit vind ik dus wel smaakvol en Gerda proeft een hapje, vindt Gerda dit structureel te zout. Dus de vraag van Gerda is, hoe kan het dat wanneer twee mensen een maaltijd eten met eenzelfde gehalte zout, dat de een die maaltijd niet zout genoeg vindt en de ander al wel zout genoeg. Of dat de een de maaltijd heel zout, veel te zout vindt en de ander niet eens echt. Zoals het geval is bij haar en haar man. Nou, Gerda. Een ieder, dus jij en je man ook, bezit smaakpapillen. Dit zijn zintuigelijke cellen. Deze kunnen smaken waarnemen. Nee, deze cellen kunnen dat niet waarnemen. Pas wanneer de informatie over de smaak van je voeding, zoals de zoute smaak, dus de aanwezigheid van natriumchloride op je tong, wanneer de informatie over de smaak van je voeding, in dit geval een zoute smaak, wanneer dat goed overgedragen wordt richting het smaakcentrum in jouw hersenen, dan zul jij die zoute smaak beleven. Wanneer jij een maaltijd kookt, dan zit daar de stof natriumchloride altijd wel in enige mate in. Jij ervaart, beleeft die smaak al, wat wil zeggen dat de verwerking van de informatie over de zoute smaak van je voeding bij jou opperbest verwerkt wordt, overgedragen wordt naar het smaakcentrum in je hersenen. Maar diezelfde hoeveelheid natriumchloride in die maaltijd, hoeft je man niet zozeer, hij vindt zijn maaltijd maar flauw. Zodat hij extra natriumchloride, zout, aan zijn maaltijd moet toevoegen om die smaak uiteindelijk ook te kunnen beleven. Laten we eens begrijpen hoe dit verschil tot stand kan komen. Een ieder, dus jij en je man, bezit dus smaakpapillen die verschillende smaken kunnen detecteren. Dat wil zeggen, er zijn verschillende smaakpapillen voor verschillende chemische stoffen. En in dit geval hebben we het over zout, natriumchloride. Om de informatie over die smaak over te kunnen dragen naar het smaakcentrum in je hersenen, moet die chemische stof in jouw zenuwcellen omgezet kunnen worden in een elektrisch signaal. Enkel wanneer een elektrisch stroompje, een elektrisch signaal gaat stromen en via je zenuwbanen naar jouw hersenen overgedragen wordt, enkel dan kan het dus in jouw hersenen aanbelanden en kun je een smaak ervaren. Wanneer jouw man ten opzichte van jou een zoute smaak niet zo snel ervaart als jij die ervaart, dan betekent dat dat de omzetting van die zoute smaak, dat die stof, die chemische stof, natriumchloride, tot een elektrisch signaal in zijn lijf minder goed verloopt dan in jouw lijf.
Wanneer je een zenuwcel hebt, dan heeft die zenuwcel heeft een celmembraan. En op dat celmembraan staat een spanning. En die spanning die wordt veroorzaakt door geladen deeltjes aan de ene kant, dus buiten het celmembraan, ten opzichte van geladen deeltjes aan de andere kant binnenin jouw cel. Dan heerst er een rustpotentiaal en is een cel prikkelbaar wanneer er net even wat meer kationen, natriumionen in dit geval, buiten jouw cellen aanwezig zijn ten opzichte van andere kationen, kaliumionen in jouw cel. Zo ontstaat een membraanspanning. Wanneer zal een stroompje in jouw zou een stof zoals natriumchloride, zout, zou dit omgezet worden in een elektrisch signaal welke overgedragen wordt naar je hersenen? Wanneer jouw celmembraan depolariseert, wanneer natriumionen, oftewel kationen, jouw cellen instromen. En hoe kan dat alleen? Dat kan alleen wanneer ionkanalen open gaan en daardoor die kationen, natriumionen in jouw cellen stromen. Wanneer kan deze depolarisatie van jouw celmembranen niet goed plaatsvinden, zal dus een prikkeling van een receptor, in dit geval een smaakpapil, door een zoute stof, door zout, zal die depolarisatie niet snel plaatsvinden? Nou, wanneer jouw voeding, je totale voeding, tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen of regelmatig overschotten vertoont in niet-essentiële voedingsstoffen. In dat geval heerst er namelijk een slechte voedingstoestand in jouw lijf en kunnen afvalstoffen gaan opstapelen in jouw weefsels. Wanneer afvalstoffen opstapelen in jouw weefsels, dan zullen de kationen in jouw weefsels zich gaan verbinden aan die afvalstoffen. En zal het gehalte aan kationen in jouw cellen, weefsels, dalen, waardoor de depolarisatie van jouw celmembranen niet zo snel kan plaatsvinden dan in een lijf waar een goede voedingstoestand heerst. Dus bij iemand zonder tekorten in essentiële voedingsstoffen en zonder al te veel overschotten in niet-essentiële voedingsstoffen. In het lijf van zo iemand kunnen afvalstoffen, kan voorkomen worden dat afvalstoffen opstapelen en dat daardoor een kationentekort zal ontstaan. Want dan kan dat rustpotentiaal op de celmembranen gewoon heersen en zijn jouw cellen, zoals de receptoren op jouw tong, zijn prikkelbaarder. Jouw man, Gerda, merkt dat hij de zoute smaak veel minder snel ervaart dan jij. Dit duidt op het feit dat hij een slechtere voedingstoestand in zijn lijf heeft als jij, waardoor zijn weefsels meer uitgeput zijn geraakt van kationen. Welke zorgen voor een goede spanning op je celmembranen, zodat jouw de receptoren in jouw lijf goed prikkelbaar zijn. De receptoren op zijn tong zijn veel later prikkelbaar, hebben veel meer prikkelende stoffen nodig die die receptoren prikkelen dan bij jou het geval is. En het komt dus door een slechtere voedingstoestand in zijn lijf ten opzichte van jouw lijf, waardoor de celmembranen in zijn lijf veel minder snel depolariseren en dus een zoute smaak van zijn voeding veel minder snel tot de omzetting tot een elektrisch signaal leidt en in zijn smaakcentrum van zijn hersenen belandt.
Snappen we dit? Ja, want jouw man is... Kijk, want 's avonds eten jullie hetzelfde, maar overdag eet jij hele gezonde, voedzame, verse dingen. En jouw man is nogal van de snelle hap. Hij neemt niet de dingen mee van huis naar zijn werk zoals jij dat doet. Gewoon gezonde, voedzame dingen. Nee, hij loopt de deur uit en koopt gewoon ter plekke daar waar hij maar is. Gedurende zijn werkdag koopt hij vaak een snelle hap. Een snelle hap die nogal sterk voorziet in niet-essentiële stoffen en nogal tekorten vertoont in essentiële stoffen, waardoor de voedingstoestand in zijn lijf slechter is dan in jouw lijf. In zijn lijf afvalstoffen sneller zullen opstapelen in zijn weefsels dan in jouw lijf. Daardoor in zijn lijf sneller een tekort zal ontstaan in cationen, welke nodig zijn om een goede membraanspanning te kunnen behouden en jouw cellen goed prikkelbaar te maken en makkelijke depolarisatie van jouw celmembranen te kunnen veroorzaken. Enkel dan kan de prikkeling van een receptor, zoals een smaakpapil op je tong, kan makkelijk leiden tot een elektrisch signaal, welke dan aan zou belanden in je hersenen. Als, als er een uitputting heerst in je weefsels van cationen, het rustpotentiaal op je celmembranen niet goed hersteld kan worden en daardoor de receptoren in je lijf niet zo goed prikkelbaar zijn, dan zal er een veel hoger gehalte aan een stof welke je receptoren prikkelt, in dit geval zout, zal nodig zijn om überhaupt de depolarisatie van je celmembranen te kunnen veroorzaken en uiteindelijk smaak te kunnen ervaren.